Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag is het zover, de dag waar wij op hebben gewacht dat we natuurlijk het nieuwe jaar ingaan. En dat we ons vuurwerk kunnen afsteken. En wij hebben al eigenlijk een heel hoop vuurwerk gehaald. Zo zijn we meerdere keren naar Zena Vuurwerk in België geweest. Zijn we naar Duitsland geweest om ons vuurwerk te halen. En zijn we naar diverse Nederlandse vuurwerkwinkels geweest om natuurlijk ook nog wat vuurwerk te halen. En ja, dit wat achter mij staat is dus het resultaat van al het vuurwerk dat wij gehaald hebben. En ik vind het zelf best wel heel erg veel. Maar goed, vandaag wil ik jullie dus natuurlijk ook meenemen. Het is eigenlijk een beetje een collectie slash compilatie. Slash vlogvideo. Eigenlijk alles in één wat ik eigenlijk altijd doe met het nieuwe jaar als ik ga filmen. Dus ik hoor buiten al mensen knallen. Het is nog geen 6 uur, wel bijna. Maar ze kunnen natuurlijk niet meer wachten. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik in ieder geval wel. Zoals jullie zien hebben we aardig wat vuurwerk, voornamelijk ook een hoop cakeboxen. Veel van Luipaars en Funke, die staan er allemaal ook een beetje tussen en erachter. En we hebben ook nog Voltboxen, naar die ben ik eigenlijk best wel heel erg nieuwsgierig ook. Hier hebben we nog wat Funke, wat kleine vuurwerk, ook nog wat pijlen en ook nog wat mortieren, andere kleine vuurwerkjes, fonteintjes, noem het maar op. En ja, dus dit is eigenlijk best wel een hoop natuurlijk, zoals altijd. Maar ja, ik heb er in ieder geval zin in. Styles is er ook weer bij. Styles is gelukkig niet bang voor het vuurwerk en er wel aan gewend. Kijk eens. Het is al bijna 6 uur, dus ik ga nu naar buiten om alvast wat vuurwerk af te steken. Ik heb hier een F1 truck en wat autootjes. En dat is wel leuk om de video mee te beginnen. De Quick and Slow. Ik heb hier de F1 truck. Dus die zetten we aan. En als het goed is, hoort er. Nu een autootje aan de achterkant uit te komen. Kijk, daar zit hij. Deze rook komt alleen al van wat ik net heb afgestoken. Dus moet je nagaan hoe mistig het straks ook nog gaat worden. Het werd natuurlijk ook al voorspeld. Maar ik hoop dat het weer nog wel goed blijft. Het is 6 uur en ik heb mijn veiligheidsbril al op, safety first natuurlijk. Maar goed, we gaan nu eventjes een rustige locatie zoeken om daar eventjes wat vuurwerk alvast af te steken. De kans dat het straks mistig wordt is wel aanwezig, dus daar baal ik zelf wel heel erg van. Dus ik hoop dat het weer nog even goed blijft, maar we zullen het zien. Nou, we zijn dus op de locatie waar we normaal gesproken wel vaker vuurwerk afsteken. Want dit is gewoon een hele chille plek. En normaal gesproken ben je hier voor de rest ook niemand tot last. Niet dat we dat nu natuurlijk wel zijn, want nu kunnen we natuurlijk ook lekker vuurwerk afsteken. Maar goed, we gaan eventjes alvast beginnen, want als het echt zo is over de mist, dan hebben we natuurlijk niet de hele avond de tijd. En dan kunnen we beter maar gewoon bezig met het vuurwerk. Feestfonteintje.
drie vonkenfonteintjes. En ik steek ze allebei eventjes aan. Begaalse mix van vonken. Ze staan hier allemaal klaar. Steken we ze even aan. Zo, ze zijn al omgevallen. Het ziet er wel echt vet uit. Kleurenmix. Fonteintje. Oeh. Stijgtollen. Recht naast me. De Touch of Gold. Dan halen we de dopper even af. Steken we hem aan. Fonteintje. Even wisselen van kant met de rook.
Dit is het gouden, denk ik, wat ze bedoelen. We gaan even de auto verplaatsen, omdat de wind natuurlijk een bepaalde kant op staat. Maar moet je kijken hoe mistig het is. Het is echt gewoon niet normaal.
Die wil ook even een trucje doen. Thuis, want ja, het was echt super mistig en al het vuurwerk dat we mee hadden genomen, dat hebben we al afgestoken. Alleen ja, het is gewoon bijna niet meer te doen waar we net waren. Dus we zijn nu eventjes naar huis gegaan om weer wat ander vuurwerk te pakken. En normaal gesproken steken we altijd pas om 12 uur de vonken en de andere de grootste cakeboxen af. Alleen nu vinden we het echt zonde omdat we het risico niet willen nemen dat we nu al eerder dan 12 uur die boxen gaan afsteken. Want we zien liever de boxen wel dan natuurlijk helemaal niet met het mist. Dus dat gaan we straks eerst eventjes doen. Niks. Alsof er al niet genoeg rook is. Klein matje. Mamma Mia single shot. We zijn weer op dezelfde plek als waar we net waren, maar het is gewoon echt te mistig. We hebben eventjes voor de grap één cake aangezet, een kleine cake, om te kijken hoe het gaat met de mist. Maar je ziet bijna gewoon echt helemaal niks, dus we moeten eventjes kijken
Of we misschien een oplossing kunnen vinden of iets anders. Want het is natuurlijk wel zonde om je vuurwerk de lucht in te steken als je gewoon helemaal niks kan zien. Maar ja, het is ook zonde als je natuurlijk de cakeboxer helemaal niet meer kan afsteken. Maar ja, ik verwacht niet, zeker niet om de temperatuur en om hoe het weer nu is, dat de mist minder zal worden. Maar ja, het is echt wel heel erg balen nu. Nou jongens, wat vinden jullie ervan? Ja, waardeloos. Ja, wat vind jij ervan, Jan? Dat kan ik beter niet zeggen. Oh. Het is zo mistig dat we hier geen kans meer maken om nog het vuurwerk af te steken. Maar vlakbij Utrecht is het minder mistig. We zijn nu in Noord-Holland, dat is waar we nu wonen. En dit is ook de laatste keer dat ik hier nieuwjaar ga vieren. Of tenminste dat ik hier nieuwjaar vier in Noord-Holland. Dus we gaan nu een stukje rijden. Gewoon serieus iets van 50 minuutjes rijden om naar een andere locatie te gaan. Kijk, dat is toch echt... Het is echt niet te geloven. Je kan echt gewoon helemaal niks zien. Dus we gaan nu richting Utrecht. Staal zit ook in de auto, want die laten we niet alleen thuis. Dus we gaan nu richting Utrecht en dan gaan we eventjes vlakbij Rick's huis het vuurwerk afsteken. Stels, je gaat ook mee, hè? Ja. Jan en Rick zijn even aan de tank en het is inmiddels al 11:15. Dus we moeten echt wel haasten. Maar ja, we gaan natuurlijk wel voorzichtig rijden, want we hebben wel gewoon vuurwerk achter in onze auto zitten. Maar als je echt een jaar terug had gezegd dat ik om dit tijdstip nog helemaal naar Utrecht ging rijden voor nieuwjaarsavond, dan had ik dat echt niet, had ik mezelf voor gek verklaard. Maar goed, we gaan nu dus die kant op en dan kunnen we alsnog hopelijk, als de mist daar minder is, wat iedereen zegt, wel al het vuurwerk afsteken. We zijn op een locatie aangekomen, ergens in Loosdrecht. Ik laat het gelijk even aan jullie zien. Zoals jullie zien is het hier eigenlijk bijna helemaal niet mistig. Want je kan eigenlijk gewoon tot in de verte kijken. Dus dat komt alleen maar mooi uit. Dus hier gaan we de cakeboxen allemaal afsteken.
zeefonteintje. En die gaan we even afsteken. Best wel laat in de nacht. Maar goed, het is ons toch gelukt om het grootste gedeelte van de vuurwerk nog af te steken. En het belangrijkste natuurlijk de grote cakeboxen. En ja, die vond ik natuurlijk echt super mooi. En ja, we waren dus vanuit ons huis, vanuit Beverwijk, waren we dus helemaal naar Loosdrecht, Utrecht gereden. Want daar was het gewoon helemaal niet zo mistig. En hebben we nog een hoop vuurwerk afgestoken waar ik echt heel erg blij om ben. Want ja, het kon natuurlijk ook zo zijn dat we het helemaal niet af hadden kunnen steken meer door de mist en erop wachten. Want we reden nu net dus terug naar huis. Toen was het nog steeds mistig, dus dat schoot natuurlijk ook gewoon helemaal niet meer op. Maar goed jongens, desondanks dat er echt super veel mist was, heb ik er wel echt van genoten en vond ik het super leuk. En ik heb nog zelfs een leuke fles ervoor gehaald, dus ik ga nog een drankje doen. En jullie wil ik natuurlijk nog een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. En ja, ik wens jullie gelukkig en een gezond 2020 toe. En dan zeg ik jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei.